De Nationale Loterij geeft al haar spelers de kans op het grote lot. Als ik de lotto win, open ik een eigen kinderkledingwinkel. Dan ga ik opleiding voor blinde geleide honden steunen. Dan koop ik een buitenverblijf aan de Costa del Sol. Dan trek ik graag door India. En dankzij jouw kleine inzet kunnen we onze goede doelen helpen. Zoals de fietsbib die zelfs de kleinste helpt met dromen. Dag Felice. Dag Bob. Hallo. Hoe kom jij aan zoveel fietsen? Wij zijn de fietsbib. Wij krijgen die. Mensen die kinderfietsjes in hun kelder hebben staan, die geven die aan ons. Over het algemeen zijn er nogal wat mankementen aan. Maar wij herstellen die en wij lenen die opnieuw uit aan gezinnen. Dus in plaats van boeken lenen, kunnen de mensen hier fietsen lenen? Ja, dat klopt. Ik ben hier vandaag, Bob, om u te helpen. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik heb nog nooit een band vervangen. Dan gaan we dat proberen te leren. Zeg maar, aan al die fietsen is heel veel werk. Dat is heel verschillend. Aan sommige fietsen is heel veel werk en aan andere helemaal niks. En wat doe je dan met fietsen die echt helemaal kapot zijn? Daar halen we er de bruikbare onderdelen af. En dan gaat de rest op de schroothoop. Dus de fiets heeft voor jou geen geheimen. Jij weet wat te doen met elk onderdeel. Ik leer elke week nog bij. Omdat er zo ontzettend veel variatie is in die fietsen. En van waar is de passie voor de fiets bij jou ontstaan? Doordat ik op een bepaald moment, een beetje per ongeluk, een trekkingfiets gekocht heb. En een trekkingfiets, daar moet je dan ook mee gaan trekken. En dat heb ik dan ook gedaan. En mijn vrouw was ook dadelijk enthousiast. En dan zijn we beginnen reizen met de fiets. Ik gebruik eigenlijk de fiets voor zowat alles. En hoe reageren de kinderen als ze naar de fietsbib komen? Wat vinden zij ervan? Ja, over het algemeen zijn ze geweldig enthousiast. Zijn ze dolblij. Dat is meteen hun fietsje. Zijn ze geweldig fier, beginnen ze direct hiermee rond te crossen. En dat is heel leuk om te zien. Dat maakt mij ook blij. Dus al deze fietsen die staan klaar voor een nieuwe eigenaar? Ja. Straks komen er mensen met hun kinderen. Die kinderen komen dan fietsjes kiezen. En gaan ze snel de deur uit? Is er veel vraag naar leenfietsen? Ja, ze gaan bijzonder snel de deur uit. Ze komen er voortdurend binnen, gaan er voortdurend buiten. Dus dat wisselt heel, heel snel. Alle gezinnen zijn welkom bij ons. Het is wel zo dat we nogal wat kansarme gezinnen hebben. En daar zijn we heel blij mee. Maar we zijn ook heel blij met gezinnen die zich wel een fiets kunnen veroorloven en die toch bij ons naar de fiets kunnen komen. Ja, het is dus toch geen evidentie dat iedereen zich een nieuwe fiets kan aanschaffen? Nee. En daarom zijn we heel blij dat we met de steun van de spelers van de Nationale Loterij aan iedereen fietsen kunnen aanbieden.